De eerste reactie was vaak, dieseltje in ruilen, dat is een lastig verhaal. Ik rijd al jaren diesel. Wordt het niet eens tijd om groen te gaan? Het is een courante Volvo V60. Ik heb hem 2 jaar geleden voor €17.500 gekocht. Dus ik dacht, amper twee jaar later, dan brengt hij zeker nog wel een €12.000 op. In het ergste geval leverde hij €6.000 op. Wat we kunnen lezen is dat hoe dat gaat bij autobedrijven. Gewoon een vriendelijke ontvangst, een kopje koffie erbij. En dan komt het verhaal van, wat heeft u in te ruilen? Ja, een dieseltje. Sommigen nemen inderdaad de moeite om de auto van dichtbij te bekijken. Anderen kijken alleen maar op internet, op de bekende websites van wat zo'n auto ongeveer doet. En ja, dat is niet veel. En toen dacht ik van, ik ben niet de enige die hier tegenaan loopt. Ik ga eens verder informeren. En vervolgens heb ik dus mijn licht opgestoken bij de brancheorganisatie, de BOVAG. En bij de ANWB heb ik geïnformeerd. Ik heb ook bij Marktplaats geïnformeerd of het aantal diesels dit jaar hoger is dan bijvoorbeeld vorig jaar. En dat ligt aanzienlijk hoger. Dus het aanbod ook digitaal is een stuk forser dan vorig jaar. En daarnaast heb ik ook nog een heleboel offertes telefonisch en per e-mail opgevraagd. En over de gehele linie is het beeld gewoon dat een dieseltje het aanzienlijk minder doet dan 1, 2 jaar geleden.